is het de duurste huis in Nederland. Dit huis is heel goed gebouwd. Het is degelijk gebouwd. Heb je met 3,5 jaar hier men hier aan gewerkt. Die mensen hebben daar heel veel energie in gestoken. Dat is gewoon heel duur. Met de beste materialen is dat gebouwd. Maar naar verkoopwaarde is het de Benelux'se duurste huis, ja. Officieel op de markt, hè. This villa, located in Laren, is close to the Dutch capital Amsterdam. Ignis has been asked because of his expertise to sell the exclusive property. Dit huis is van mijn ouders. Het huis hebben ze 8 jaar geleden gekocht. Vervolgens hebben we het bijna 3,5 jaar verbouwd. Alles goed? Goed met jou? Ja, ook goed. Kom verder. Ja, pas op dat is de waakhond. Hoe ik ooit met Ignas in contact ben gekomen is, ik zat een tv-programma te kijken waar hij met een cliënt in voorkwam. Toen kwam de vraagstuk van mijn moeder van, goh, ik wil graag dit huis verkopen. Maar hoe gaan we dit doen? Want dit is eigenlijk een huis voor een niet-Nederlandse markt. En zodoende schoot me dat programma weer te binnen. En toen hebben we contact opgenomen met Ignas. The villa covers 1400 square meters, spread over 4 floors. On the top floor, you'll find 3 bedrooms and bathrooms. On the ground floor is the living area, and beneath is a luxurious spa with sauna, swimming pool and a fitness room. The floor underneath is entirely dedicated to celebration and fun. Ik kwam hier altijd heel graag met mijn gezin. Altijd lekker in de tuin lopen met de jongetjes, een beetje voetballen. Heb je een aansteker, by the way? Ja, ik heb een aansteker. Ik heb een zusje, Christel. Wij zijn hier niet opgegroeid in het huis. Ik heb ook een totaal ander gevoel mee dan dat ik bij wijze van spreken langs mijn ouderlijk huis rijd. Nou, het huis is wel mooi als de kaarsen aanstaan. Het is gezelliger. Mijn ouders zijn er zeker in geslaagd om het helemaal volgens hun smaak in te richten. En dat is ook wel een van de dingen die mijn ouders heel erg leuk vonden om te doen. Er zijn wat elementen uit het andere huis meegegaan. Dus dat kleine schilderijtje, dat hing vroeger altijd bij mijn vader op zijn kantoor. Toen ik geboren werd, toen was mijn vader actief in de auto-industrie. En ik denk dat ik een jaar of 12 was toen we in de voedingsindustrie terechtkwamen. Father Raymond was a successful entrepreneur who raised capital in the food industry. He died unexpectedly in 2018. Dan hebben we nog 1 boeket, hè? Ja. Toen mijn vader overleed, dat was heel plotseling. Dus geen ziektebed of iets, maar gewoon niet wakker worden, als het ware. Was daardoor de klap voor mijn moeder misschien ook nog des te groter. En daardoor zag je ook dat ze echt wel verslagen was. Dat ze niet zo goed wist wat ze moest doen en hoe ze dingen moest oppakken. Dus toen hebben wij gewoon gezegd, nou, dan gaan wij met je mee. Dus hebben we een jaar met mijn moeder gewoond. Het was wel heftig voor haar, alle dingen die ze samen heeft bedacht met mijn vader. Want het was echt een project van hun samen. Waarom ik de verkoop van het huis op me neem, is dat toen mijn vader kwam te overlijden, had ik zo'n voorgevoel van je moet zorg dragen voor je moeder en voor je zusje. En vanuit daar is dat gewoon op een natuurlijke manier zo ontstaan. Son Robin and Ignis work closely together to make the sale a success. En daar hebben wij nu de eerste cliënt van, iemand uit Mongolië. Woonachtig Mongolië, Moskou, Londen. Familie, 3 kinderen, ik denk 2-3 mensen, huispersoneel. Ignis knows exactly what his demanding clients desire. And in order to meet those expectations, it's important that he puts his team together with the right people. Hier heb ik dan een vriend architect onder de arm genomen die ik ken uit andere dossiers. Wie ook de cliënt kent. De cliënt heeft een akkoord gegeven, we gaan die architect erbij betrekken. En die zijn we alles aan het laten hertekenen. Dus je hebt je idee een beetje laten gaan al? Je hebt wat boogstudie gemaakt? Ja, we hebben gewoon even naar de ruimtes gekeken. De benadering, of het nou iemand uit Mongolië of uit Rusland of uit Amsterdam, die zou niet anders zijn. En het enige wat je probeert uit te zoeken wie die mensen zijn, wat voor hun belangrijk is. En al die gegevens neem je mee in het maken van een interieur. De wensen van de opdrachtgever is eigenlijk een extra kantoor, dus eigenlijk 2 okay. Kantoren op de begane grond. Een aparte eetkamer, dining.
En ja, het belangrijkste is wat we hier mist, is personeelruimte. Zeg maar. Okay. 2 man huispersoneel, 3 man huispersoneel. Dat is er helemaal niet. En dan is het maar belangrijk dat je door het huis gaat kijken en zegt, kijk, welke mogelijkheden heb ik nu? We beginnen aan de dressing, oké? Okay? Ja. Ja. De mogelijkheden zijn er wel, maar die zijn best wel heftig. Je moet echt wel heftig breken. Het gesprek wat ik nu met de klant heb, ja, die vindt dit te showroomachtig. Oké, okay. Ja? Heel warm. Plus hier de kasten wat er zijn, eigenlijk navenante ruimte, heb je heel weinig ruimte. En ik denk dat je wel kunt inbeelden. Ja, ik dacht te denken als je die garderobekasten dieper maakt, een soort carousel, ja, zelf, ja, zeg maar. Maakt, automatisch, ja, oké. Okay. Dan krijg je gewoon eigenlijk, ja, door. Klopt wat je zegt. Of je zou het moeten verplaatsen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje, zoals ik het tot nu toe heb kunnen zien, is dat een beetje, ja, de opties die er zijn. Die is heel mooi in toontoon, dat is wel prachtig, maar deze kant wil denk ik uitgesproken kleuren, uitgesproken materialen. En misschien wat frisser, het is nu een vrij donker huis, dus het moet meer open, meer naar die tuin toe. You can hardly see it, but it is here in Laren. The family has invested in it heavily. The security of the domain. Ik zat zelf vroeger, had ik een beveiligingsbedrijf opgestart, 8-9 jaar geleden. En toen kochten mijn ouders in dezelfde periode dit huis. En als familie hadden we wel het een en ander nodig als aan beveiligingsmaatregelen. En toen had ik Jeffrey zijn vader ingehuurd, Fred Stolwijk, om mij daarbij te helpen om deze villa te kunnen bouwen. Zometeen komt Jeffrey langs en dan geef ik zijn blik op de manier van beveiliging zoals wij dat 3 à 4 jaar geleden gedaan hebben. Hey Jeffrey. Hey Robin, goedemorgen. Is lang geleden? Ja, inderdaad. Nou, ik ben een beveiligingsadviseur. Als ik het in één woord moet zeggen, zoals het ook als door klanten vertaald wordt, ben ik eigenlijk architect van de beveiliging. Ben je hier ooit wel eens geweest? Ik ben hier nooit geweest. Ja, ik heb hier toen met je vader het een en ander gedaan. Ja, mijn vader is natuurlijk betrokken. We proberen echt een ontwerp te maken, een beveiligingsontwerp van A tot Z. Voor 95% doen we dat voor vermogende particulieren. Een van de wensen was van mijn vader, die zei van als ik aankom rijden met de auto, ik wil gewoon volledig bij wijze van spreken mijn blote kont naar binnen kunnen lopen zonder dat ik iets van sleutels bij me hoef te hebben. Het is per persoon verschillend waar hij zich zorgen om maakt of wat zijn dreigingsbeeld is of hoe ver hij wil gaan erin. Maar ik denk dat het beste is als ik even gewoon een rondje met je loop. Ja, dan leg ik alle dingen uit. Ik verwacht niet dat hij daar iets van opmerkt, dat er iets verouderd is. De woning is relatief high-tech gebouwd op het gebied van beveiliging. Nou, mijn eerste indruk voor de beveiliging hier in Laren is in grote lijnen heel goed geregeld is. Eigenlijk alle technieken die ook vandaag de dag nog door ons worden aanbevolen, die kom je hier wel tegen. En je hebt je handpalmlezer? Ja. Is een van de wensen van mijn ouders was dat er een functie kinderen in huis kwam. Ja. Dus dat houdt in op het moment dat mijn kinderen hier in het huis zijn, dan druk ik op het domotica-systeem kinderen in huis. Dan sluiten deze deuren, zodat mijn kinderen hier nooit zonder toezicht bij het water terechtkomen. Bij het water terechtkomen. Ja, en dan bied ik daar mijn hand aan en dan gaat hij op groen. Ja. En dan kan ik er doorheen lopen. Ja. Ik denk dat mijn ouders het meest genoten hebben van het zwembad met de kindjes. Dat is toch altijd een soort van uitje, gewoon lekker op zaterdagochtend even bij opa en oma langs gaan even zwemmen. Nou hoorde ik hier zojuist dat hij deur heeft met een motorslot en handpalmlezers daarbij. Dat is een keuze geweest. Daar zit een gedachte achter, maar dat maakt het wel extreem duur. Want dan heb je het per deur over een slot van 2000 euro en een handpalmlezer van 5000 euro. Dan kun je wel uitrekenen wat dat gekost heeft. Ik kan me voorstellen dat de kinderen hier graag zitten. Ja, die zitten hier zeker graag. En jezelf ook. We hebben het alarmsysteem gekoppeld aan het domotica-systeem en de camera-systeem ook. Ja. Dus dat houdt in, op het moment dat iemand een klap geeft op het raam, dan springen alle tv's aan. En dan zie je op de tv zie je eigenlijk 6 verschillende camerabeeldjes. Oké. Okay. Hoeveel camera's heb je in totaal? We hebben er totaal, denk ik, 41. Ik heb zeker situaties gehad waar ik me in onveilig voelde, ja. Vroeger was ik daar niet echt heel erg mee bezig. Maar toen had ik nog geen kinderen.
En nu ik vader ben van 4 kinderen, ben ik daar echt wel heel erg mee bezig. En hier heb ik alle domotica van het hele huis. En dit is om het video, tv en al dat soort dingetjes. En wordt dat continu geüpdate? We hebben een apart abonnement afgesloten, wat gewoon iedere maand gekeken wordt van wat zijn de nieuwe manieren van digitale inbraak. En die mensen hebben het gebouwd naar hun zin. Er ligt 50 kilometer kabel in, alleen veiligheid ligt er. Dat is gewoon heel duur, met de beste materialen is dat gebouwd. Twee slaapkamers, zeg maar. Ja. Er is er één. Is er één? Sweet. Je kunt kiezen. Ja. Ofwel sfeer of geen sfeer. Hier hebben we twee slaapkamers, wat er eigenlijk drie moeten worden. Met drie badkamers. Nou, je zit natuurlijk erg gericht op de per ruimte, zeg maar, naar het raam toe. Dus afhankelijk van een aantal ramen kunnen we de indeling maken van de verschillende ruimtes. Een verbouwing moet je kijken. We rekenen altijd in vierkante meters. Daar zit alles in. Het is een verbouwing, de architect, B2N. Maar je kijkt tussen de 25.000 en de 25.000 euro, de vierkante meter. Je had het nog nooit gezien. Nee. Wat zou jij doen? Zou je er alles uitgooien? Veel. Nee, je kan niet anders. Kan niet anders, hè? Nee. Het is nu heel rijk aangekleed. De tv en open haard in de slaapkamer. En dan de gastenkamer. Nou, dat moeten we allemaal aan gaan passen. Ja. Ja. We moeten een aantal slaapkamers creëren met badkamers. Dat wordt wel ingewikkeld, maar ik zie dat wel wat mag gebeuren. The villa will have to be redecorated to the taste of the new owner. The special doors and secured windows will definitely not be changed. Safety above everything. Hier zit slagvast glas in, wat in Nederland bij dit soort woningen wel veel gebruikt wordt. Als hier iemand komt te wonen die het risico loopt dat ze hem achter de ontbijttafel vandaan willen schieten, nou, dan hebben we nog even een slag te slaan, want daar is deze woning niet op gebouwd. Dit houdt 50 slagen met een moker en of 30 slagen met een hakbel. Ja, ik heb het toen de tijd zelf getest met een voorhamer van 5 kilo. En ik heb hem na anderhalve minuut doorgegeven aan iemand anders, omdat ik zelf niet binnenkwam. Als familie koop je een paar bedrijven en ja, daar zitten hele mooie dingen aan, maar ook hele nadelige dingen aan. Hier heb je ook een motorslot op zitten. Ja, hier hebben we ook een motorslot op zitten. Waardoor je meer een soort security awareness krijgt over van waar moeten we op letten nu we in een groter huis gaan wonen of in een andere auto gaan rijden. Wat voor verkeerde aandacht trek je? En daardoor ga je ook je huis erop aanpassen. De reden waarom dit open is omdat mijn vader claustrofobisch was en niet in een lift durfde eigenlijk. En zo werd het open gemaakt, waardoor hij het dus prettiger vond om erin te staan. En door middel van die foto's leidt het ook lekker af. En als je dan bang bent, dan is het toch prettiger als je zo erbij staat. Ik denk dat het voor ons in de opvoeding één ding heel belangrijk is geweest. En dat is, als je niet kan delen, kun je ook nooit vermenigvuldigen. En de een had een mooier bootje dan de ander, maar het maakte ons niet uit. Want of je nou in een speedbootje zit of je zit in een rubberbootje, het varen is hetzelfde gevoel wat je krijgt. Of we hier ons hoofd tegenaan hebben gestoten. Het is natuurlijk heel extravagant dat je een tv hebt hier, maar ook vervolgens als je in de douche staat, hebben we nog een tv. Mijn vader wilde het liefst overal tv's. Volgens mij hebben we, hoeveel tv's hebben we hier? 25? Ja, 26. Maar zelfs als je... Hij wilde het liefst op het toilet en toen zei mijn moeder, nou, hier gaat de grens. Dit heeft ook bedragen gekost, hoor. Ja, enorm. Dat kan ik zien. En ik denk kwalitatief ook wel, hoor. Absoluut. Mag ook gezegd worden. Kijk, dat is een zwemvijver. Ja. En dit zou hij helemaal omgetoverd willen. Nou, het ligt wel heel mooi, prachtig in de lijn met het huis. Ja, is, zeg maar, het is mooi, hoor. Fantastisch. Als je dat dan kunt meepakken, Herman. Jazeker. We gaan naar beneden. Although the villa is already optimally secured, there is also one more firewall. A panic room. Dit is dan de slaapkamer die we tevens als panic room hebben gemaakt.
De reden dat wij voor een panic room hebben gekozen is omdat mijn vader veel reisde en mijn moeder, als mijn vader in het buitenland was, altijd een veilig gevoel wilde hebben in haar eigen huis en helemaal in de slaapkamer. En die rolluiken die hebben een weerstandsklasse 2. Want als je naar weerstandsklasse 3 ging, kreeg ik een te brede rails. Ja. Wij hebben gewoon gekeken wat zijn de aanrijdtijden van de hulpdiensten hier. Ja. Overdag is het vanuit Laren om 5-6 minuten. Dan bouwen we een ruimte die minimaal een uur tot anderhalf uur zeg maar braakwerend zou moeten zijn. Ja. Ik heb je ook camera's in huis, dat je bijvoorbeeld, nu zit je hier, maar dat je kan zien wat er achter de deur gebeurt? Nee, achter de deur niet. Omdat we hebben op het moment dat je op de paniekknop drukt, spuit hij de hele woning vol met mist. En dan zie je daardoor, zou je geen beeld meer hebben. Nou, ik denk niet dat het overdreven is om een panic room te nemen in je huis. Het is ook een stukje zekerheid die je zelf geeft, dat je zelf kunt nog een keer een extra schil om je heen kan bouwen voordat de mensen die kwaad willen bij je kunnen komen. Gemiddelde Nederlandse woning, woningen van 700-800 vierkante meter. Met een alarmsysteem, met wat toegang en dergelijke, zul je tussen de 100.000 en 150.000 euro uitkomen. Ja, dat is heel dure veiligheid en voorzieningen. En die mensen zullen natuurlijk toch graag die investeren op een of andere manier eruit krijgen. En dan gaat je naar cliënteel zoeken waar dit in hun patroon past. Dus ik denk dat we hier allemaal goed zitten. Een glas met verwarming tussen. Ja, maar natuurlijk wel verschillende temperaturen tussen de ruimtes heen. De spa-area, dat is het mooiste en dat is natuurlijk een voordeel tegen een Oost-Europese klant, wat hij niet gaat vinden. En waar hij ook niet de tijd heeft om dit te maken en dit is klaar. Het is echt handwerk gemaakt. Ja, ze hebben alle functies zitten erin. Dus ik denk dat we hier qua Oost-Europeaan, qua klant, dit zijn dromen. Ja, absoluut. Dit zijn dromen. Absoluut. Ja, we werken veel in Oost-Europa. Ja, dat is toch anders dan West-Europese mensen. Al lijken we op elkaar, spreken we allemaal Engels als het nodig is, alles gaat goed. Maar ze hebben toch andere waarden en normen, andere manier van hoe je met elkaar omgaat. En ook qua interieursmaak. De feestzaal. De feestzaal. Dus hier ook zo, Herman, ik denk dat we daar ook meer kanten op kunnen. Kijk, want dat is een hele open ruimte hier. Ja. Dit zijn ruimtes, hè? Moet je eens kijken wat ruimte is. Boven kom je eigenlijk iets tekort. Maar bij deze enorm veel ruimte, heel veel functies. Min 1 en min 2, enorme verdiepingen. Ja. Echt heel groot, heel veel functies. 4 floors of luxury and compliant. The property has almost everything Ignis's clients desire. Only, where should the potential buyer's staff reside? Dit is een huis waar het personeel ziet lopen. Hè? Huispersoneel mag niet gezien worden in dezelfde vertrekken. Wat we eigenlijk het idee hebben is eigenlijk de... Maar goed, het is een beetje afhankelijk van hoeveel auto's de opdrachtgever nodig heeft. Is om eigenlijk de garage op te offeren. Dan krijg je dus gewoon privacy. De huidige eigenaar heeft niet echt rekening gehouden met personeel. Wat om en rond het huis woont. Dus daar zou dan personeel, hè? Je kunt een fantastische ruimte met. Extra ruimte daar. Dat is niet ten nadele van de vorige eigenaar, maar die heeft gewoon die behoefte niet gehad. Maar de nieuwe eigenaar die heeft die behoefte wel. En dan moeten we gewoon kijken hoe we daaruit gaan komen. Wij rekenen altijd een 15.000 tot 25.000 euro de vierkante meter. Ja. Ja? Inclusief BTW of architect, dan zitten we goed? Ja. Of moeten we nou uitkijken? Nee, daar moet je wel rekening mee houden. Rekening houden dat wij 2 plateaus gaan verbouwen, dat is 400 vierkante meter. Dus de verbouwing zou alleen maar 10 miljoen gaan kosten. Het is een prachtig huis. Ieder detail is over nagedacht. En je kunt zien dat het huis echt voor de bewoner gemaakt is. Wat natuurlijk fantastisch is als je daar woont. Maar nu als je het verkoopt, dat je gewoon tegen beperkingen aan kijkt. Alles is er, de mooie locatie, goede familie, goede mensen die verkopen, eerlijke mensen die verkopen. Als je dit huis verkoopt, het is toch van jezelf, je gevoel zit erin. Dus het is ook een heel stuk emotie waar je afscheid van neemt. Materiële dingen zijn heel erg mooi. Maar uiteindelijk moet je het met elkaar doen, want je kan nog in zo'n mooi huis wonen. Maar als je er in je eentje bent, is er geen bal aan, helemaal niks. Ik hoop dat de nieuwe bewoners uiteindelijk net zoveel plezier en liefde vanuit het huis krijgen als dat wij altijd hebben gekregen.